Goedemiddag, lieve mensen die dit filmpje bekijken. Ik wil aan jullie uitleggen hoe je zo'n mooi boekje kan gaan maken. Dus het is het bekleden van een boekje. Zoals je kan zien met leuke stofjes en een leuke antieke foto. En wat leuke ornamentjes erop. Leuke kleuren bloemetjesstof en ruitjesstof, leuk gecombineerd. Nou, dan heb je nodig om dit te maken verschillende stofjes, naald en draad, een schaar, lijm, lint, ornamentjes en een leuke antieke foto. Ik heb deze uitgekozen, die vind ik heel erg leuk met dat zwart-wit. Nou, dan zal ik gaan beginnen om het te vertellen, om het uit te leggen. Je knipt eerst de rug van het boekje. Die komt dus hierop. Heb ik de stof iets langer geknipt om het goed af te werken en naar binnen geslagen. Dit ga ik eerst op het boekje maken. Ik heb gewoon lijm van de Action. Die is heel goed. Die smeer ik op dat boekje. En ik plak de rug erop. Dat ga ik goed zo vastdrukken. Dan heb ik geknipt een lapje stof wat groter is dan het boekje. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat je dat dan mooi naar binnen kan slaan. En dan heb je het gelijk mooi afgewerkt. Nou, ik ga eerst weer lijm erop smeren. Op dat boekje. Dan plak ik dat stofje erop. Ik heb twee leuke stofjes gecombineerd met elkaar. Beetje blauwig en roze. Ik plak nu de binnenkant van dat boekje. Dan sla ik dat netjes naar binnen. Eens kijken hoe mooi afgewerkt. Dit wat je hier ziet, dat is de lijm. Maar die droogt gewoon heel neutraal op en dan zie je er niks meer van. Nou, nu heb ik het naar binnen geslagen. Dan vouw ik deze puntjes, het is net als met een boekkaften, vouw ik naar binnen. Zo, dat ga ik een beetje zo met mijn nagel eroverheen, dat het wat strakker vouwtje wordt. Dan doe ik dan ook lijm op. Dan doe ik lijm op dat boekje. En ik vouw het stofje naar binnen toe. Het stofje is niet heel erg gewillig. Dat scheelt nog wel eens hoor, het een of het andere stofje. Ik druk het een beetje aan. Zie je? Ik moet nog eventjes goed drogen. Hier doe ik ook dat hoekje weer. Eerst lijm erop. Druk ik het ook weer aan. Maak het een beetje scherper met mijn nagel, zodat het blijft zitten. Ik doe dat weer insmeren met lijm. En ik sla het ook weer naar binnen toe. Kijk. Zo heb ik dat. Dan heb ik de voorkant al op zitten. Nou, dan ga ik ook de andere kant nog doen. Dat is eigenlijk gewoon weer hetzelfde. Ik smeer het boekje in met lijm. Hoe leuk is zo'n boekje niet? Daar kan je leuke dingetjes in opschrijven. Leuke recepten. Adresjes. De binnenkant van het boekje smeer ik in met lijm.
Ik geef weer dat hoekje even, dat doe ik met mijn nagel een beetje zo overheen, zodat die beter blijft zitten straks. En hier doe ik dat ook weer. Nou, dan smeer ik eerst het hoekje even in weer. Die lijm ik eerst. En dan de binnenkant. Dan moet je een beetje goed aandrukken natuurlijk, hè. Zo. En dat doe ik ook met deze kant weer. Oh, zal je zien, voor het filmpje pakt het nooit gelijk. En dan heb ik dat ook gedaan, de andere kant gedaan. Zie je? Zo. Om het een beetje mooi af te werken, dat je dus die binnenkant niet ziet dat het bekleed is, kan je de eerste pagina er tegenaan lijmen. Dan heb je hem gelijk mooi afgewerkt. Zie je? Dan heb je hem zo. Dat kan je ook met de andere kant natuurlijk doen. Ga ik ook weer een beetje zo lijm erop smeren. En dan ga ik dat ook mooi afhechten zo, afwerken. Oké, tot zover is dat boekje dan nu klaar. Dan pak ik een leuke oude foto. En die ga ik op de voorkant plakken. Dat is alleen maar plakken, knippen, knutselen, lekker vreubelen. En dat vind ik er ook alweer heel erg gezellig uitzien. Ik heb op de hoek van de foto heb ik het stofje gebruikt wat op de rug zit. Daar heb ik een klein strikje van gemaakt. En nog weer een leuk klein geruitstrikje en een stukje kant. En dat heb ik er al opgeplakt zo. Nou, dan heb ik van die leuke ornamentjes. Deze. Koop ik bij het Witte Luik. Dat is een geweldige winkel. Daar kun je heel goed terecht voor dit soort dingetjes en voor bedeltjes. Ik heb al een beetje voorgewerkt voor het filmpje. Dus ik heb dat ornamentje, daar heb ik een lint aan genaaid. En ook weer een stukje kant. Daar doe ik dus ook weer lijm op. Wat moesten we zonder die goede lijm? En die plak ik op het midden van het boekje. Moet natuurlijk eventjes aanhechten. Maar hoe leuk is dat niet met zo'n leuk ornamentje? Zie je? En dan draai ik hem om. En dan doe ik ook hier nog. Eerst op het boekje. Vergeet niet eerst dat lint aan dat ornamentje te naaien. Moet je even goed aandrukken. Nog een beetje hechten natuurlijk. Nou, en dan op het allerlaatst. Dan geef ik er een leuke strik. Het is natuurlijk nog niet helemaal uitgehard. Dan hebben jullie een beetje idee hoe het gaat worden. En een leuke strik. Nou, en dat is dus een boekje bekleden. Oep, je moet nog dicht er tegenaan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie hier ook heel veel aan hebben. En ik wens jullie heel veel plezier met het uitoefenen daarvan.